Maar in de tijd dat ik de diagnose kreeg, ik was 16, nou was dat gewoon de wetenschap die er op dat moment was. Zo, nou, wat? Ik ga een envelop openen. Yes. Geen idee wat ik ga aan. Dat zijn grote kaarten. Oké. Okay. Nou, kunnen die in ieder geval lezen. Stap 1. Ja, het is denk ik ook gemaakt door mensen met Usher, hè? Noem eens één ding wat je heel graag wilt doen, maar nog niet hebt gedaan. En wat houd je tegen? Ah. Oeh, leuke vraag direct. Wat is het voor jou? Ik moet echt... Ik doe best wel een heleboel dingen die ik wil. Maar wat heb ik nog niet gedaan? Wat ik wel graag zou willen. Als ik denk aan de dingen die ik graag wil doen. Bij een heleboel dingen kan ik ook zeggen, heb ik gedaan. Ja. Ja. En precies wat jij ook in je boek schrijft. Hè, de levenshaast maakt ook dat je dingen doet. Ja, niet uitstelt. En niet uitstelt. Nee. Dus als ik denk aan wat ik graag wil doen. Ik heb een keer parapente gevlogen. Doodeng. Maar hey, super gaaf. Dat zou op mijn lijst hebben gestaan, maar Vink. Ja. En zo zijn er meer dingen. Boek geschreven. Ja, Vink. Vink. We gaan nog naar Amerika, toch? We gaan een boektour in Amerika doen. Misschien kunnen we die zeggen. Ja, en een TED-talk in Amerika wil TED-talk ik ook heel graag. Ja. Ja, dus wat houd je tegen? Nou, gevraagd worden. Ja. Misschien ken je iemand. Wat ik ontzettend graag wil, en dat is iets heel geks eigenlijk. Ik was een keer bij een concert en daar zag ik een artiest over het publiek heen vliegen. Dus niet zo crowdsurfen, maar aan zo'n kabel hoog over het publiek, hè, door de lucht. En dat was zo'n tof moment. Ik kreeg werkelijk overal kippenvel en dacht ik, ja, dat wil ik ook. Dus bij iedereen die ik ontmoet en die ik tegenkom, zeg ik altijd, nou, mocht je connecties hebben. Het is heel grappig, want daar komen heel veel dingen op mijn pad. Of mensen die dan toch proberen te helpen, maar het lukt niet. Dus bij deze, mocht jij connecties hebben, zou het natuurlijk heel erg tof zijn. Dus om boven het publiek uit te vliegen. Gaaf. Ja. En waarom? Wat maakt dat je daar... Ja, ik denk het vliegen, de vrijheid of zo. Ja. En heel grappig, ik heb een keer van een opdrachtgever die dat hoorde. Die dacht, nou, ik kan je niet over het publiek laten vliegen, maar ik kan je wel de vliegervaring geven. Dus ik heb nu een vliegles gekregen. En ja, jullie kunnen het niet zien, maar jij wel. Daar is er hangt een envelop met de cadeaubon om dat dus te gaan inwisselen. Gaat. En die heb ik in december gekregen, maar ik durf het niet. Dus wat houd je tegen? Ja, gewoon een beetje lafheid misschien. Nu moet ik het gewoon een keer een datum gaan prikken, denk ik. Om in zo'n tweepersoonsvliegtuig jezelf te gaan fietsen. Het is in ieder geval een mooie voorbereiding op boven dat publiek vliegen. Ja. Nou, of andersom. Ja. 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 En ik zou wel meer van de wereld willen zien. Hoe gaan andere culturen om met verlies bijvoorbeeld? Hè? In hun vorm. En wat kan ik daarvan leren? Ja. Dat is ook wel iets wat me heel mooi lijkt om te gaan doen. Ja, ik hou ook heel erg van reizen en... Daar haal ik heel veel uit. Ja, en als je dan inderdaad op de lijst van wat zou je willen doen. Het lijkt me heel gaaf om naar Afrika te gaan. En dingen die we hier tot onze beschikking hebben in leren omgaan met Usher. Om dat ook te vertalen naar de situatie daar. En dan denk ik heel concreet aan, nou ja, wat voor mij ontzettend belangrijke vertaalslag is geweest. Is mijn tastzintuig ontzettend ontwikkelen. En daar haal ik zo verschrikkelijk veel uit. En daar doe ik zo verschrikkelijk veel mee. Ook gewoon in mijn eigen energiemanagement. Ja. En dat zou ik heel graag ook daarheen brengen. Omdat daar gewoon veel minder geld is. Veel minder mogelijkheden. Het lijkt me fantastisch om dat daar te brengen. En ik weet gewoon dat mensen en kinderen die daar Usher hebben. Of een andere vorm van slechtzien, slechthorendheid. Dat die heel vaak... ergens in de marge van de samenleving zitten. Ja. Het lijkt me heel, heel gaaf om daar iets te doen. Ja, wat houdt me tegen? Misschien ook de kans, want dat is iets wat ik niet nog helemaal zelf opzoek. Maar ga ik wel doen. Ja, ja, ja. Je moet altijd wel iets te dromen hebben, hè?
Ja, dat ervaar ik ook in mijn werk als spreker. Dat je met de dingen die je meemaakt en het verhaal wat je zelf hebt, dat je iets waardevols voor een ander mag doen. Dat vind ik echt het mooiste eigenlijk wat er is, wat je kunt doen. In welke vorm dan ook. Ja, eens. Ja, mooi. Ja, en wat je zegt, dromen. Blijf dromen, want dat is wel iets wat je makkelijk kan verliezen. Ik weet ook, ik heb het een tijd verloren in dat hele rouwproces om Usher. En dat heb ik echt teruggevonden. En dat heb ik ook nodig om het leven te kunnen leven. Ja, en ik dacht altijd aan, als ik 40 ben, dat is ook toen altijd wel als termijn meegegeven, dan houdt het gewoon op. Weet je, tot je 40ste kun je nog iets van een leven leiden, maar daarna is het klaar. Kijk, gelukkig weten we inmiddels wel beter. Maar in de tijd dat ik de diagnose kreeg, ik was 16, dan was dat gewoon de wetenschap die er op dat moment was. En ik ben bijna 40, nog 2 jaartjes. Maar het dromen houdt gelukkig niet op. En ook niet het vertrouwen dat ze waar kunnen worden ofzo. Absoluut. Ja, mooi. En nu je het over je 40ste hebt, denk ik, oh ja, dat is wel echt wat ik wil. Ik heb altijd gezegd, als ik 50 word, want ik ben al 48, dan wil ik een feest geven, gewoon thuis. En dan wil ik de hele kamer vol met heliumballonnen. Ja. En zo gewoon echt de hele kamer. En dan daar iedereen gaan zoeken. dat lijkt me zo'n fantastisch beeld. En, nou, mijn kinderen, je alles lekker frikken of zo? Ik weet nog niet hoe, maar het lijkt me fantastisch om de hele woonkamer vol met heliumballonnen in alle kleuren te hebben. En daaronder dat feest. Dus ja, mijn jongens verklaren me volschrik voor gek, maar ik ga het echt doen. Ja, en waarom niet? Dit is zoiets makkelijk realiseerbaars. Nou, dat lijkt me echt fantastisch. Dus deal met de ballonnenkoning. Dat houd je tegen. En nog 2 jaar te gaan, hè? Ja. Ja, maar ja, voor je het weet, tijd vliegt. Ja. 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 Ik ga de banden aanhalen. Ja.